Hoi, ik ben Boy en ik ben psychobioloog. En ik sta hier vandaag voor Corpus omdat het een bijzondere dag is. Het is namelijk precies 14 jaar geleden dat Corpus zijn deuren opende voor het publiek. En dat de eerste reis door de mens gemaakt werd. Vandaag, op deze bijzondere dag 14 jaar later, ga ik in deze video die wonderschone reis door de mens nog een keer maken. En ik neem jullie mee. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd hoe dit broodje kaas verwerkt gaat worden in mijn lijf. En aan het eind wacht ons nog een mooie verrassing. Nieuwsgierig? Kom mee! Net zag ik Corpus van de buitenkant. Maar nu ga ik via zijn knie naar binnen. Spannend! Ik zet mijn koptelefoon op en ik ben klaar om alles te weten te komen over mijn lichaam. Let's go! Dat was een reis door het lichaam, zeg. Ongelooflijk. En dit is pas de helft van wat we hier allemaal kunnen zien. Kom mee! Er is hier van alles te doen en te leren. Wist jij bijvoorbeeld dat de helft van je lichaam uit water bestaat? Water is super belangrijk voor ons. En ik lees net dat één gemiddelde douchebeurt wel 51 liter water gebruikt. 51 liter? Moet je kijken. Dat is zoveel water! Volgende keer even een minuutje minder douchen dan. Wist je dat ze bij Corpus steeds weer nieuwe, bijzondere spellen neerzetten? Die noemen ze exhibits. En in deze exhibit ben ik een dokter die een nieuw orgaan gaat zoeken voor zijn patiënt. Dat was tof. Ik heb op een hele actieve manier superveel nieuwe dingen geleerd. Ik ben er bijna moe van, maar gelukkig hebben we nog een verrassing. Corpus heeft namelijk een hele nieuwe experience. We staan hier voor de Corpus Science Experience van Planet Virus. En virussen, dat waren de belangrijkste en dodelijkste ziekteverwekkers uit de geschiedenis. Er zijn zo'n 200.000 verschillende virussen. En in en op jouw lichaam leven er makkelijk miljarden. Ik zeg leven, want officieel leven ze niet eens. Het wordt tijd dat we een kijkje gaan nemen in het rijk van de virussen. Hij noemde deze de levensboom. En beschreef daarin de evolutie van alles wat leeft in afstand van elkaar. Virussen zijn in feite perfecte moleculaire parasieten. Fascinerend zeg. Niet alleen het menselijk lichaam is complex, het hele leven is complex. Gelukkig snap ik het nu een stukje beter. Ben jij nou ook nieuwsgierig geworden naar de wonderen van het menselijk lichaam en het rijk van de virussen? Kom het dan snel ontdekken, hier in Corpus! MUZIEK